Hey allemaal, ik hoop dat jullie klaar zitten voor de video van vandaag. De video, zal ik het maar heel even noemen. Gisteravond heeft Pokémon de drie nieuwe titels uitgebracht die eind dit jaar uitkomen. Dat zijn Pokémon Brilliant Diamond, Pokémon Shining Pearl en Pokémon Legend Arceus. Nou ga ik met jullie de drie trailers bekijken. En ik ga een beetje kijken of ik ze wat kan uit elkaar kan trekken. Dit soort dingen doe ik wel eens vaker. En ik vind het leuk om te kijken of ik al iets beter ben geworden in het herkennen van bepaalde hidden gems of zo. En als laatste ga ik vertellen wat mij gebeurde toen ik gisteren de Game Mania belde. Dus laten we beginnen. Ik wil zeggen, eventjes voor een disclaimer, dit is geen copyright ding. Ik doe dit als een soort informatie, zou je het kunnen noemen, of een parodie op iets, net wat je wil. Dus laten we kijken wat Pokémon te bieden heeft. Oké, en ik wil meteen hier iets zeggen, want dit is eigenlijk iets wat ik, waar ik een beetje van schrik. Toen ik deze manier van tekenen voor het eerst zag, dacht ik van, oh nee. En volgens mij heet dit Shibi, en ik ben daar zelf persoonlijk niet zo heel erg fan van dat kleine en dat schattige. Ze hadden in Sword and Shield hadden ze de karakters best wel goed neergezet. Een beetje meer 3D-achtig, maar ik ben persoonlijk zelf niet zo heel erg fan hiervan. Maar goed, ze hebben nog een jaar tijd om dat te veranderen. En ik zie hier op het tv-scherm zie ik ook iets wat ik herken. Wat was dat nou weer? Was dat ook iets van Diamond and Pearl in Platinum of zo? Nou, ze hebben natuurlijk zoals altijd hebben ze hun eigen nieuwste console er liggen. Verder dan maar. Nou, ze hebben wel het grafisch wat aangepast, kan ik zien. Maar goed, zoals ik zei, ik ben niet zo heel erg fan van deze stijl. Maar ja, dat ben ik maar. Even kijken, want ik zag hier volgens mij iets. Ik weet dat je in Diamond and Pearl heb je musicals. Gaan ze dat dan terugbrengen? Misschien. Ik herken de clown ook. Dat is een van de allereerste missies die je moet doen. Even kijken, dit is waar je de honing kan krijgen. Oké, kijk, dit ziet er wel dan weer heel leuk uit. Het heeft zeg maar een beetje dezelfde graphics als Pokémon Let's Go Eevee en Let's Go Pikachu. Dus misschien hebben ze het daar iets van meegenomen, zeg maar. Oké, Day and Night Cycle komt terug. Ik weet niet of je het kan horen, maar de muziek is volgens mij geüpdate. En ja, dit is eigenlijk iets wat ik nooit begreep. Je kon je volgens mij altijd ruilen. Maar we zullen zien wat het is. Oké, dit is ook iets speciaals. Dit is de underground. En je kunt hier bijvoorbeeld gems, evolution stones en fossielen halen. Dus ik vind het wel, dat is eigenlijk wel een van de dingen waarvan ik hoopte dat ze het zouden terugbrengen. Oké, verschillende soorten gevechtsanimatie die we al kennen vanuit
Sword en Shield. Er is nog één dingetje waar ik een beetje op aan het wachten ben. Moet dat de legendarische Pokémon... Moet dit Palkia of Dialga voorstellen? Oké. Okay. Nou ja, dat was de eerste. Ik ga nou even de tweede opzoeken. Oké, ik heb hier nu de tweede. Eens kijken of we daar iets anders te zien krijgen. Ik denk het wel, want anders zouden ze er niet twee apart uitbrengen, volgens mij. Oh nee, wacht, ik zie het al. Dit is de United Kingdom versie. In dat geval hebben we er nog eentje over. Dat is Pokémon Legend Arceus. En eens kijken of we daar nog aparte dingen bij kunnen verzinnen. Of vinden. En dit is dan een... This is a tale from a long, long time ago. When the Sinnoh region was still only a vast wilderness. A certain village bustled with the comings and goings of people, while in the mountains and seas, Pokémon roamed as they pleased. Ik vraag me af of dit een hint is dat je starter Pokémon in het wild kan vangen. Oké, dus we krijgen wel een soort wildland. Ik moet heel eerlijk zeggen, dit doet me een heel klein beetje denken aan... hoe heet het, die tweede nou? De Crown Tundra. Dat doet dit me een beetje aan denken. En ik zie hier achter... Is dit een Skorupi? Misschien hierachter. Kan. Maar we krijgen dus wel een soort wildland idee. Dat vind ik wel cool. Ik weet niet of je daar nou per se twee verschillende games voor moet uitbrengen. Oké, Secret Pokémon Catch. Cool, leuk idee. Ik ben benieuwd of je, als je zeg maar zo'n bal gooit, of je dan met je Joy-Con, of je dat kan doen. Zeg maar dat je die beweging kan maken. Dat zou ook wel leuk zijn. Ik heb het idee dat hier de animatie van overworld naar gevecht iets smoother is. Dat je niet per se... een zwart scherm hoeft te krijgen. Cyndaquil... Hè? Gaan ze nou door elkaar gooien? Arceus. Oh, 2022. Ah, dat is geweest. Maar goed. Het ziet er veelbelovend uit, moet ik zeggen. Ze beloven volgens mij heel erg veel. En dit is denk ik ook degene waar de meeste enthousiasten over zijn. Zeker omdat de normale Diamond and Pearl toch een beetje licht teleurstellend zijn. Maar ik vraag me af hoe dit spel zich gaat verhouden tot het hoofd, tot zeg maar de remakes. Dat is denk ik de vraag die bij mij op de lippen brandt. Er zijn nog twee dingen. Twee dingen waar ik het over wil hebben, voordat ik afsluit.
Het eerste is, wat ik eigenlijk nog een beetje verwacht had te zien, is in de normale Diamond and Pearl kon je op een gegeven moment je Pokéball versieren met verschillende stickertjes, hartjes, sterretjes. En dan als je een Pokémon eruit liet komen, dan kreeg je een soort animatie extra te zien. En ik hoop eigenlijk dat ze dat terugbrengen. Dat was altijd wel heel leuk. En dan zou ik nog vertellen wat er gebeurde. Ik zag dit gisteren, toen ik thuis kwam van mijn werk. En ik heb eigenlijk vrijwel meteen de Game Mania gebeld. En op het, ik zei tegen die vent aan de andere kant van de lijn van... Hey, je mag 3 keer raden waar ik voor bel. Ja, zeker voor de nieuwe titel van Pokémon. Ja, inderdaad. En echt precies op dat moment kreeg hij van het hoofdkantoor een mailtje met de nummers voor het waar mensen die konden bestellen. Dus echt gewoon, dit was net, deze waren net 40 minuten uit of zo. Dus echt precies op dat moment kon ik bestellen. En dan was ik, ja, dat gaf wel een lekker gevoel. Dus nou ja, dat is een beetje mijn... verwachting voor de nieuwe Pokémon. Ja, ik heb ze meteen alle 3 besteld. Dus ja, ik hoop dat, dat we in de komende tijd iets gaan zien. En ik zou het zeker voor jullie in de gaten houden. En ik ga proberen om te laten merken wat ik ervan vind. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.